We staan hier bij zwembad De Kuiperberg in Oudmars. Het zwembad is hier geopend in 1967 en ligt al meer dan 50 jaar op deze plek. Het is het mooist gelegen zwembad in Twente en het laatste openluchtzwembad in Noordoost-Twente. En daar mogen we best trots op zijn met z'n allen. Bij een poging tot een nieuwjaarsduik in 2018 lag het zwembad er bedroevend bij. De toekomst was toen onzeker. Dit was de reden voor de CDA-fractie om vol in te zetten op openhouden van het zwembad. En daarin stonden we samen met de Oudmarsense bevolking niet alleen. In 2019 heeft de Raad van Dinkeland meer dan 500.000 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud en investeringen. En dat is goed te zien. En daardoor ziet de toekomst er ook wel een stuk rooskleuriger uit voor zwembad De Kuiperberg. 2 juli wordt de feestelijke heropening gedaan. De CDA-fractie zal zich blijven inzetten voor het zwembad De Kuiperberg, zodat we hier over 50 jaar ook nog kunnen zwemmen.